VVV TV wordt mede mogelijk gemaakt door Sicon Logistics, Keulen Automateriaal en het Vervoerscollege Venlo. Geen bekerstunt voor VVV. Zometeen kijken we terug op de 4-1 nederlaag tegen PSV. We blikken ook vooruit op de winterstop en de laatste wedstrijd van het jaar tegen Heracles. Maar eerst de beelden van de historische overwinning afgelopen weekend op Roda JC. Van Krooi kan nu naar Hunten. Die heeft toch aardig wat ruimte. Anano 1 tegen 1. Als er niet snel ondersteuning die komt van Rosheuvel. Dan is Hunter er langs. Krijgt hij hem voor. En is het doelpunt niet daar. En is er ook geen penalty. Daar waar VVV daar wel aan denkt. Leemans. Ja, lekker op iemands hoofd leggen. Het van deze plek ook niet ideaal. Dus ik denk dat hij toch maar ineens doet. Dat is het idee. En Jurjes heeft hem wel. Maar moet er wel een corner van maken. Lekker balletje dit, geen buitenspel. Hunten met de kans, maar niet met het doelpunt. Dat wordt nog goed verdedigd. Hij oogt wat traag in die actie. Hij is het zeker niet, hij is snel. Hij heeft Hier is Gustafsson. Nou, het zal toch niet zijn dat hij hem ook meteen inschiet. Hij kan zo doorlopen. Hij legt hem breed op Rosheuvel. Die had er wel in gemogen. Het is echt onvoorstelbaar. Die hebben we de hele wedstrijd niet gezien, Gustafsson. Dan is daar Leemans. Dat is wel doorzien. En die valt goed over een kans. Het is de linksback notabene die erop duikt. Jansen. Maar die heeft ja, met Rosheuvel erbij de beste kans van de wedstrijd. Hier gaat Leemans uithalen. En die zit er gewoon in. Ja, als hij schiet, dan kan je wel een doelpunt verwachten. Dit is namelijk zijn 7-0 van het seizoen. Je kan alle cijferlijstjes erbij pakken. En als je van een meter of 20, 25 op doel schiet, dan is de kans dat je scoort niet zo heel groot. En met de traptechniek van Leemans neemt die kans wel aanmerkelijk toe. Want hij heeft zo'n geweldige linker. Net buiten het bereik van Jurjes. Het is niet eens hard, het is wel zuiver. Tissot Daly heeft Van Krooi bij zich. Die moet nu eigenlijk in het centrum met die bal. Dat heeft hij heel goed gezien. Daar is Van Brugge om wellicht het 0-2 te maken. Keurig verdedigd. Nee, niet keurig verdedigd. Dat leek me de bal te zijn. En dan is het rood. Als er een overtreding is. Want het is geen penalty. Dan krijgt Ouassar weer rood. Leemans. Kan die ook meteen nummer 8 van het seizoen maken? Leemans. Nee, want daar ligt Jurjes in de weg. De hoek van de keeper. Jurjes houdt zicht op de bal en kan hem dus pakken. Nou ja, de discussie gaat daar nog even verder. Nu zitten we wel aan die 94,5 minuut. En nu is het dus tijd. Hij heeft het keurig toegepast, Higgler. En het fluitconcert is duidelijk. Want Roda verliest voor het eerst in de Eredivisie thuis van VVV. Een historische zegen voor de club uit Venlo. Ja, het belangrijkste zijn natuurlijk de 3 punten die we daar pakken. Dus we hebben een aantal weken heel goed gespeeld. Waarin we ons eigenlijk een beetje te weinig beloond hebben, vond ik. En ja, dan is het wel lekker dat je nu uit bij Roda natuurlijk, waar we nog nooit gewonnen hebben, 3 punten pakken. Na Roda moest al snel de focus op de volgende wedstrijd. Woensdag in Eindhoven, de 8e finale van de beker tegen PSV. Beelden van die wedstrijd mogen we helaas nog niet laten zien. Er is wel al veel nagepraat over het duel. VVV kwam op voorsprong tegen PSV, maar verloor uiteindelijk met 4-1. Maar de vrije trap na een vermeende hensbal van Suntjes, waaruit PSV vlak voor rust de gelijkmaker scoorde, doet een dag na de wedstrijd nog altijd veel stof opwaaien in de koel. Ja, omdat dat... Het is nogal een verschil of je met 0-1 de rust in gaat of dat zij mentaal een opsteker krijgen met de 1-1. En dat is wel heel cruciaal. Het is ook een cruciaal moment, omdat... Ja, nogmaals, in mijn optiek kan de scheidsrechter dat helemaal niet zien. Want ik heb ook de beelden teruggezien. Die staat er op 25 meter vanaf en hij kijkt naar de rug van Ralf. Nou, de video official geeft aan dat het de beslissing van de scheidsrechter is. Videobeelden worden er niet bij gehaald. Terwijl het volgens mij een cruciaal moment is, want 5 seconden later ligt hij binnen. Dus dat zijn een opeenstapeling van momenten
die in ons nadeel zijn. Nou, ik reageer daarop. Daar bied ik ook mijn excuses gelijk al in de rust voor aan. Omdat ik op dat moment ook opkom voor mijn spelers. Omdat ik vind dat zij onrecht wordt aangedaan. Zij zijn zo hard aan het knokken. En dan gebeurt dat. Maar het is gebeurd en we moeten weer verder. Ik bedoel, het is een dag verder. Je baalt er nog steeds van en de spelers ook. Maar ja, zondag wacht Heracles alweer. Ja, okay. Heeft het nog gevolgen voor jou verder, dat momentje? Nou, ik hoop het niet. Ik heb vanmorgen verweerschrift geschreven en aangegeven dat ik de arbitrage laf heb genoemd. Omdat ik vind dat zij in zo'n vol stadion, heb ik altijd wel het idee dat alle halfjes naar PSV gingen. En ik had niet de indruk dat als de scheidsrechter niet had gefloten, dat enig iemand van PSV had gezegd dat het Hens was. Niemand appelleerde ook voor Hens. Dus nou, dat vond ik laf. Daar heb ik vanmorgen ook nogmaals richting de scheidsrechters en richting de terugcommissie mijn excuses voor aangeboden. En ik hoop dat voldoende is een keer. En dat ze niet gelijk weer overgaan tot schorsen. Ook bij voetbal hoort soms een reactie en het is een cruciaal moment. En dan hoop je ook, zeker omdat je al direct in de rust je excuses aanbiedt na de wedstrijd, heeft de field official en ik hebben elkaar de hand geschud. En heb ik nogmaals gezegd, joh, excuses voor de reactie, maar het was wel een heel vervelend moment. En dan hoop je dat excuses een keer aanvaard worden en er geen straf uit rolt. En daar ga ik ook van uit. Maar helaas voor Stijn kwam die straf er toch later vandaag. Maar VVV gaat niet akkoord met een schikkingsvoorstel van de KNVB om de trainer voor 3 wedstrijden, waarvan 1 voorwaardelijk, te schorsen. Stijn zal zelf naar de terugcommissie gaan om zijn verhaal te doen. Naar verwachting zal morgen een nieuwe strafeis worden gesteld, waarna de club gaat bekijken of daartegen nog in beroep wordt gegaan. Mocht dat het geval zijn, dan zal Stijn zondag gewoon op de bank kunnen zitten. Dan nog even terug naar de wedstrijd. Opoku startte tegen PSV in de basis, omdat Torino Hunte licht geblesseerd was. En dat was al een aardige tijd geleden. Ja, volgens mij sinds Eindhoven de kampioenswedstrijd. Dat was mijn laatste wedstrijd, ook echt vanaf het begin begon. Volgens mij speelde ik toen ook rond de 70 of 75 minuten. En dit was de eerste keer dit seizoen dat ik 75 minuten kon maken en aan de basis stond. Ja, grote vraag is dan, hoe was dat? Ja, zwaar wel. Je merkt wel, het is toch een ander niveau. Een beetje wennen ook. Ik stond op rechtsbuiten op het begin. Daarna wel naar de spitspositie gekomen door het uitvallen van Lennart. Maar het was zwaar. Maar dat had ik al van tevoren kunnen weten natuurlijk. Ja, je had ook wat moeite met het gladde gras. Moet het zo omschrijven? Ja, ik heb het niet vaak. Maar een paar keer geleden wel weg. Ik dacht nog, misschien ligt het aan mijn pinnen, maar ik zag het ook wel bij een paar andere jongens gebeuren. Het was een beetje lastig, ziet er natuurlijk knullig uit. Maar ik had gewoon mijn ijzers aan en toen ik dan toch een paar keer uitgeleid. Ja. Ik weet niet waar het aan ligt. Zondag weer? Zou mooi zijn, maar het was een blessuregevalletje bij Torino natuurlijk. Die werd wat rust gegund, dus we zullen zien of die weer met mij staat of met Torino. Ik heb mijn eerste keer basisplek te pakken. En smaakt natuurlijk naar de meer. Zondag staat de laatste wedstrijd van het jaar op het programma. Daarna volgt de winterstop. VVV hervat de trainingen weer op 3 januari. In tegenstelling tot de voorgaande jaren een hele korte stop, dus maar 9 dagen. Maar dat vind ik op zich ook niet erg. Dan blijf je ook lekker in het ritme. Nou, dan gaan we trainen. Dan spelen we in ieder geval een oefenwedstrijd tegen de Graafschap. Dan houden we een mini trainingskamp hier in Venlo. Ik wil de groep toch een aantal dagen bij elkaar. We trainen gewoon in de koel. En dan gaan we ons opmaken voor de eerste wedstrijd na de winterstop. Dus het is niet heel veel anders dan onze andere voorbereidingen. Trainingskamp dicht bij huis. Heeft voordelen? Ja, ik vind van wel. Natuurlijk, je zit aan de ene kant als je richting Spanje of Turkije gaat, dan ben je wel verzekerd van goed weer. Maar ik hoop dat we op het moment dat we hier fatsoenlijk kunnen trainen en het weer het toestaat, ja, dan zit ik eigenlijk liever hier. Dan ben je ook van de rompslomp van het reizen af. En dat kost je altijd toch ook al een aantal dagen. Dus wat dat betreft vind ik het prima om hier te blijven. Ik heb niet zoveel nood op mijn zang. Naast een oefenwedstrijd tegen de Graafschap op 6 januari wordt er op 15 januari geoefend tegen de amateurs van Venray. En tussendoor staat er nog een besloten oefenduel op het programma.
En in de winterstop zullen er ook nog wel wat spelers vertrekken uit de koel, vermoeden wij. We moeten kijken welke jongens eventueel gaan vertrekken bij ons in de winterstop. En kijken welke plekken vrijkomen. En dan, ja, we zijn ons breed aan het oriënteren. En ja, op dit moment ben ik uiterst tevreden over de selectie zoals we hem hebben. Maar ik kan me ook voorstellen dat een aantal jongens niet tevreden is over de situatie waarin ze verkeren. Dat die misschien weg willen of terug willen. Nou, daar moeten wij op anticiperen. Zondag staat de eerste terugwedstrijd voor VVV op het programma. Heracles komt op bezoek in de koel. Bij winst komen de Venlonaren op gelijke hoogte met de nummer 10 in de eredivisie. VVV heeft nog een appeltje te schillen met de ploeg uit Almelo. Ja, we hebben daar 3-0 verloren. En dat is overigens ook de enige uitwedstrijd voor de competitie die we daar verloren hebben. Ja, was ook achteraf ook een aantal cruciale beslissingen van de scheidsrechter die daar, vond ik, in ons nadeel waren. Maar goed, ik kijk niet zo in termen van revanche of we hebben wat goed te maken. Ik kijk gewoon puur van wedstrijd naar wedstrijd. En wij willen zoveel mogelijk punten halen. Het zou geweldig zijn als we zondag de punten in huis houden. Misschien is er niet meer haalbaar dan een punt. Nou, dan in dat geval ga je ook met 20 punten de winterstop in. En volgens mij had niemand dat gedacht van tevoren. Dus ja, we gaan natuurlijk vol voor de winst. En we hebben denk ik ook nog wel wat recht te zetten tegen Heracles. Want daar ging het natuurlijk kantelde de wedstrijd heel snel. Volgens mij eerste 30 minuten tot we het goed deden. En daarna toen de 1-0 viel en de 2-0 was het eigenlijk een beetje gedaan. En ik denk dat dat wel een... ja, voor ons een moment is die wedstrijd om revanche te pakken. In ieder geval wel alom tevredenheid ja, hoe jullie de winterstop ingaan, denk ik. Ja, als je van tevoren ja, toch kijkt hoe we ervoor stonden. Zoals we de Eredivisie met een hele kleine groep, met geen ervaring, in alles het kleinste. Nou, als je dan ziet hoe wij ons manifesteren, niet alleen in de competitie, maar ook in de beker. Je wint van Utrecht, je maakt het PSV erg lastig. Nou, dan denk ik dat we hartstikke tevreden mogen zijn. En dat is voor mij een belangrijk gegeven waar we toe in staat zijn om, ja, om ons dit jaar te handhaven. Dat is het doel. Historisch gezien is VVV in het voordeel thuis tegen Heracles. Alhoewel de laatste ontmoeting in 2013 in 0-2 eindigde. Een jaar eerder ging het veel beter. Foutje achterin bij Heracles. No voorweg, no voor met de voorsprong op Van der Linden. No voor via Pasveer. Staat het 1-0 met de eerste serieuze doelpoging van VVV in de 8e minuut. En Wildschut. Wildschut, wat een geweldige actie van Jannik Wildschut. Het staat 2-0 voor VVV. Yoshida. Nou is, dat is een tegenvaller voor VVV. Een goal van Duarte voor Heracles. Uchebo. Nou is Wildschut weg. Hij is voorbij Breukers. Die kan eigenlijk niks doen, anders krijgt hij rood. Hij is ook de doelman voorbij, maar krijgt hij die bal in het doel. Wildschut maakt hij. Oh, wat een simpele goal. Cullen beslist dit duel in het voordeel van VVV. Oh ja, en ook wij hebben een winterstop. VVV TV is er weer vanaf 16 januari. Fijne feestdagen en graag tot dan. VVV TV wordt mede mogelijk gemaakt door Sicon Logistics, Keulen Automateriaal en het Vervoerscollege Venlo.